Op 5 mei 2012 heeft het Jannes van der Sledenhuis de locatie De Vecht feestelijk geopend. De Vecht is de eerste van 4 locaties die in Hoogeveen is gebouwd. Welkom bij de opening van het vecht, van de vechtlocatie voor het Jannes van der Sledenhuis. Uiteraard voor de bewoners die hier gaan wonen en voor de medewerkers die hier komen. Het is feest vandaag. Ik feliciteer u, maar ik feliciteer ons allen met dit hele mooie woonzorgcentrum. Het is er één van velen die nog zullen volgen. Ontzettend gefeliciteerd, nogmaals een eerste stap, maar het is wel een heel belangrijk. Beste dames en heren, ik ben wel blij dat u met z'n allen hier bent, aanwezig bent om hier het gebouw te openen. Wij zeiden al op onze uitnodiging van wij zijn blij en trots. En zo straks bij de ingang heb ik gezegd, ik ben apetrots. Wat is je grootste uitdaging? Er stond ook al in de tafel van, ik heb er verschrikkelijk veel zin in, geeft heel veel energie. Waar ik ontzettend veel zin in heb is de samenwerking met ICARA. Het kleinschalig wonen natuurlijk, dat is natuurlijk voor ons, daar zijn we niet gewend. Dat is helemaal nieuw voor ons. Dat is toch wel mijn grootste uitdaging, dat geeft toch wel heel veel energie. Na de toespraken is er op een originele manier een toast uitgebracht op de toekomst van De Vecht. Een prachtig gebouw met aantrekkelijke appartementen, kleinschalige woongroepen en uitstekende algemene voorzieningen. Go.